In deze video gaan we kijken naar de derde opgave uit het eindexamen van 2021-VWO en de opgave heet alfanuclidetherapie. En het gaat over een therapie waarbij een bepaald radioactief materiaal wordt eh, bevestigd aan de zogenaamde dragerstof en die dragerstof met het radioactief materiaal wordt ingebracht in het lichaam en die dragerstof die gaat zich hechten aan een tumor. En doordat die dragerstof zich daar gaat hechten, krijg je ook dat die tumor bestraald wordt door uh, het radioactieve materiaal dat aan de dragerstof vast zit. En we gaan hier kijken naar uh, instabiele atoomkernen die alfastraling uitzenden. Dus we gaan de tumor bestralen met alfastraling. En daar gaat de eerste vraag ook over, dat is vraag 14. De vraag gaat over een grootheid die hierbij gedefinieerd wordt, de zogenaamde LED-waarde de lineaire energieoverdracht en die ledwaarde zegt iets over hoeveel dat alfa deeltje afgeeft, hoeveel energie het afgeeft aan de omgeving tijdens de baan. En de ledwaarde is zo gedefinieerd. En je kunt hier dus zien dat die ledwaarde uh, iets zegt over de energie die per centimeter of per millimeter of per micrometer wordt afgegeven aan de omgeving. De vraag is, de eerste vraag is, toon aan dat de eenheid van de ledwaarde gelijk is aan uh, de Newton. Dus dat de eenheid van de ledwaarde ook de eenheid is van een kracht. En dat is niet heel erg ingewikkeld, want we gaan eerst eventjes uh, opzoeken in BINAS tabel 5 wat dan de eenheid is van de grootheid die boven de streep staat, de eenheid van energie. Dat is natuurlijk joule, maar als je in de tabel kijkt dan zie je dat de eenheid ook is Newton maal meter. Nu kunnen we ook de eenheid van de ledwaarde vrij makkelijk uh, bepalen. Want dan krijgen we het volgende: de ledwaarde is dan gelijk aan boven de streep Newton maal meter gedeeld door onder de streep is natuurlijk afstand meter. En dan komt Newton uit. Dus uh, vraag 14 was een inkomentje die was niet heel erg ingewikkeld, zolang je maar door had dat de uh, grootheid van energie ook Newton maal meter is. Vraag 15 gaat verder met die ledwaarde. En bij vraag 15 krijgen we ook een, een grafiek waarbij twee alfadeeltjes uh, zijn weergegeven. Nou, wat is weergegeven is de ledwaarde van de alfadeeltjes. En de vraag is om aan te tonen aan de hand van deze grafiek, dat er geldt dat bij een toen genomen afgelegde weg en bij een afnemende snelheid, dat dan die ledwaarde toeneemt. Dus dat de ledwaarde het grootste is wanneer de snelheid van het deeltje het kleinst is. Nou, dan moet je voor jezelf wel doorhebben dat er dus het volgende gebeurt. Op het moment dat het alfa-deeltje uh, de tumor indringt, en hier hebben ze dan water genomen als uh, vervanging daarvan, maar het principe blijft hetzelfde. Op het moment dat het alfa-deeltje indringt, geeft het energie af aan de omgeving door middel van botsingen. En houdt het zelf dus steeds minder en minder en minder energie over. En dat is energie in de vorm van kinetische energie. Dus hoe verder de afgelegde weg is, hoe meer energie het alfa-deeltje heeft afgegeven en hoe kleiner zijn snelheid wordt. Zijn snelheid is dus maximum, maximaal sorry, wanneer het alfa-deeltje het water inkomt. En zijn snelheid is natuurlijk nul op het moment dat de dracht bereikt is. De, Maximale indringdiepte. En wat zie je nou heel mooi? Die pieken in allebei de grafieken, die maximale ledwaarde, die treedt op net voordat de snelheid nul is geworden. Dus eh, bij lage snelheden krijg je de maximale waarde eh, van het alfa-deeltje, de maximale ledwaarde. Vraag 16 gaat ook weer over deze grafiek. Wij moeten uitleggen aan de hand van die grafiek hoe we kunnen zien. Dat het uh, alfa deeltje 2 een grotere kinetische energie bezit wanneer het, het water indringt dan alfa deeltje 1. Dan kun je op uh, twee manieren kun je dat uh, duidelijk maken. En de eerste is door te kijken naar de dracht. En het is vrij eenvoudig. Alfa deeltje 2 heeft een grotere dracht, kan dus dieper het water indringen en heeft dus ook blijkbaar meer energie die die kan afgeven tijdens. Uh, zijn afgelegde weg door het water dan alfa deeltje 1. Want alfa deeltje 1 komt gewoon niet zo diep het water in. Voor de tweede reden moeten we eerst eens gaan kijken naar, uh, even goed gaan kijken naar de grafiek. En ons afvragen, ja ik zie hier twee uh, figuren. En ik zie ook twee oppervlakte onder die figuren. Wat wil die oppervlakte nu natuurkundig zeggen? Nou, oppervlakte, uh, de eenheid van oppervlakte is altijd de eenheid van. De x-as maal de eenheid van de i-as. Nou, als we dat hier gaan doen, dan krijgen we dat uh, de eenheid van het oppervlak gelijk is aan kilo elektronvolt. En ja, dat is dus energie. Als je dan gaat kijken naar het plaatje, dan zie je dat het oppervlak bij alfadeeltje 2 duidelijk groter is dan het oppervlak bij alfadeeltje 1. Oftewel, uh, alfadeeltje 2 heeft ook meer energie, meer kinetische energie dan alfadeeltje 1. We gaan kijken naar vraag 17. En bij vraag 17 wordt een uh, probleem geïntroduceerd bij deze uh, therapie. En die bestaat uit het volgende. Uh, op een gegeven moment gaat dus het, uh, de instabiele atoomkern, die hier is weergegeven met het uh, symbool voor uh, straling, die zal gaan vervallen. En die zendt een alfadeeltje uit. En dan kan het volgende gebeuren. Doordat het alfadeeltje met een grote snelheid. Een bepaalde richting op gaat, kan het zijn dat uh, de instabiele atoomkern zich uh, losrukt van de dragerstof. En dus vrij komt te zweven in het lichaam. En vervolgens dus ook uh, overal in het lichaam uh, kan gaan uh, terechtkomen. En het vervelende is dat de dochterkern instabiel is. Dit staat ook in de tekst uh, gegeven. Die zal dus zelf ook nog een keer vervallen. Die zal daarbij ook straling uh, uitzenden. En die straling kan dus overal in je lichaam uh, vrijkomen. En die straling, de kans is natuurlijk heel groot dat die straling gezond weefsel gaat bestralen. En dat wil je natuurlijk niet. Je wilt natuurlijk het liefst dat al de straling, of zoveel mogelijk straling die vrijkomt, door de tumor wordt geabsorbeerd en niet door jouw gezonde weefsel. Dus dit is echt een probleem. En we gaan dadelijk kijken of we dat probleem kunnen oplossen. Maar we gaan eerst rekenen aan dat probleem. Want we krijgen het volgende gegeven, dat is vraag 18. Wat je hiermee uh, te maken krijgt is iets wat terugslag heet. En dat lijkt heel erg op de terugslag die je voelt wanneer je een kogel afschiet met een uh, geweer. Of de terugslag die je voelt wanneer je heel hard tegen een tennisbal aanslaat met je tennisracket. Het tennisracket en het geweer die willen dan naar achteren bewegen. Uh, terwijl uh, de kogel en de tennisbal naar voren bewegen. Wat blijkt het geval te zijn als je iets wil zeggen over de grootte van die terugslag dan kun je zeggen dat die evenredig is met de grootte van het impuls van het deeltje dat je wegschiet. Of dat nou de tennisbal is of de kogel of in ons geval het alfadeeltje. Uh, die twee zijn aan elkaar, tenminste er zit een evenredigheid tussen. En we krijgen ook nog eens een formule waarmee je kunt uitrekenen hoe groot het impuls is van het alfadeeltje. En die ziet er zo uit. En vraag 18 luidt uh, als volgt, leidt af... Hoe je aan deze formule komt door middel van formules uit de binas. Ja, we hebben natuurlijk te maken met uh, impuls, daar hebben we een formule voor. En we hebben te maken met kinetische energie. Daar hebben we ook een formule voor. En we moeten nu deze twee formules gaan combineren, zodat er uiteindelijk uitkomt p is de wortel van 2 maal de kinetische energie maal de massa van het deeltje. Nou, hoe gaan we dat doen? Ik ga eerst die kinetische energie eens omschrijven zodat er staat v kwadraat is. Ja, en dat doen we zo. Dan kunnen we natuurlijk ook links rechts de wortel pakken. Dan krijg ik v is de wortel van 2 ek gedeeld door m. En die ga ik ook meteen even invullen. Die ga ik substitueren in de formule p is m mal v. En dan krijg ik hem eh, zo. Ja, dus ik heb v gesubstitueerd door de wortel van 2 mal ek gedeeld door m. Het enige wat ik nu ho nog hoef te doen, is die m die nu nog buiten de wortel staat, naar binnen te trekken. En dat mag. Dat is gewoon uh, wiskunde. Dat mag, maar dan moet ik hem wel als m kwadraat in de wortel zetten. Komt hij er zo uit te zien? En nu hoef ik nog maar één ding te doen. Ik zie dat ik boven en onder de streep uh, een m'tje kan wegstrepen tegen elkaar. En als ik dat doe, dan krijg ik uiteindelijk eruit p is de wortel van 2 maal k maal m. Deze formule gaan we ook gebruiken om uh, het tweede deelvraag van vraag 18 uh, te gaan beantwoorden. Want in de tweede deelvraag wordt gezegd dat een alfa-deeltje een 85 keer zo grote terugslag heeft als een beta-deeltje. wanneer ze allebei evenveel kinetische energie zouden bezitten. En we moeten aantonen dat dat zo is. En daarbij hebben we natuurlijk die formule nodig. En als je naar die formule kijkt, dan zul je zien dat. De grootte van het impuls uh, evenredig is met de wortel van de massa van het deeltje. En dat gaan we gebruiken, want als dus p recht evenredig is met de wortel van m, en het volgende gegeven is, ik schrijf het expres in een formule op, in een, in, in een verhouding op, en dan kan ik er dadelijk mee gaan rekenen, er wordt gegeven dat een alfa-deeltje 85 keer zoveel impuls heeft als een beta-deeltje, als ze allebei evenveel kinetische energie hebben. Nu is het een toonaanvraag en uh, bij een toonaanvraag zeg ik gewoon: uh, ik doe net alsof ik niet weet dat die verhouding 85 is en ik ga berekenen hoe groot die verhouding is. Dus de verhouding tussen de uh, impulsen is uh, 85, dan moet dus ook de verhouding tussen de wortel m alpha gedeelte m beta gelijk zijn aan 85, want uh, ze hebben allebei evenveel kinetische energie. En die 2 die in die formule staat, die kan ik ook boven onder elkaar wegstrepen. Dus wat ik overhoud is de wortel van m alpha gedeeld door de wortel van m beta. Nu moet ik gaan opzoeken hoe zwaar een alpha deeltje is en hoe zwaar een beta deeltje is. En dat kan ik in binas doen. Dan kom ik op het volgende uit: een alpha deeltje heeft een massagetal van 4. En een beta deeltje, tabel 7 kun je dat opzoeken, heeft een massa van 5,5 van 10 tot min 4 U. En je ziet dat ik hier uh, u heb gepakt. Ik heb het niet omgerekend naar kilogram. Dat kun je wel doen. Maar het is eigenlijk een extra stap die je niet nodig hebt. Want ik kijk toch alleen naar de verhoudingen. Uh, dus ik kan gewoon die 4 en die 5,5 direct in mijn formule invullen. En als ik dat doe, dan zie ik uh, tot mijn opluchting dat daar 85 uitkomt. En dat moet natuurlijk ook. Dus ik heb uh, aangetoond dat inderdaad een alpha-deeltje een 85 keer zo groot impuls heeft wanneer het losschiet. Dan een beta-deeltje bij dezelfde energie. Ja, dat is natuurlijk het probleem. Dus uh, alfa-deeltjes, uh, daarbij is de kans dat het reactief uh, isotoop losschiet van de dragerstof, is dus veel groter. Kunnen we dat met een technische truc uh, uh, oplossen? En dat kan. En dat gaat door middel van iets wat heet een polymerzoom. En een polymerzoom is eigenlijk niets anders. Dan een groot zakje met niet één uh, atoomkern erin, maar heel veel atoomkernen. Nou, wat is nu het grote voordeel van zo'n polymerzoom? Dat zit hem erin dat het uh, ruimtieve deeltje, de atoomkern, uh, veel grotere kans heeft dat het blijft zitten in het zakje wanneer het alfa-deeltje wordt afgeschoten, omdat dat zakje gewoon veel groter is. Hè? Dus je hebt minder kans op vrij door je lichaam bewegende ruimtieve deeltjes. Bij vraag 19 gaan we hier aan rekenen, want we krijgen gegeven dat de activiteit van één zo'n polymerzoom gelijk is aan 0,10 kilo Bq, oftewel 100 BKRL. En we willen nu weten hoeveel massa er in zo'n polymerzoom aanwezig moet zijn aan de stof actinium-225. Want dat is de stof die gebruikt wordt voor de behandeling. En daar hebben we natuurlijk gelukkig een gelukkige formule voor. Die formule die we gaan gebruiken die ziet er zo uit. De activiteit kun je altijd uitrekenen. Daar heb je twee dingen voor nodig: de hoeveelheid stof en de halveringstijd. Nu wordt deze vraag precies andersom gesteld. We krijgen al de activiteit en we willen de hoeveelheid stof berekenen. Dus wat we als eerste gaan doen, is die formule even netjes omschrijven. Dan krijg ik hem zo. En uh, nu moet ik nog als tweede even opzoeken wat de halveringstijd is van actinium-225. En dat doe je in tabel uh, 25 van BINAS. En dan zul je zien dat de halveringstijd 10 dagen is. En dan moet je natuurlijk niet vergeten dat bij deze formule je altijd de halveringstijd in seconden invult. En 10 dagen is gelijk aan 8,64 x 10 macht 5 seconden. En als je het netjes doet, dan kun je uitrekenen hoeveel deeltjes actinium 225 er in één polymerzoom zitten. En dat blijken er 1,25 x 10 tot de macht 8 te zijn. We zijn natuurlijk nog niet bij het antwoord, want ze vragen echt de massa. Dus we moeten nog even uitrekenen hoe zwaar al die deeltjes samen zijn. Daar hebben we deze formule voor. De massa is gelijk aan het aantal deeltjes maal de massa van één deeltje. En de massa van één deeltje, kijk, het massgetal weten we natuurlijk, die is 225. En als je dat vermenigvuldigt met u, en die staat weer in tabel 7. Dan uh, kun je het uitrekenen en dan komt er uit 4,7 maal 10 min 17 kilogram per polymerzoom. De laatste vraag van deze opgave gaat over de vervalreeks, want we beginnen met actinium-225, dat vervalt. En zoals je mooi kunt zien in deze vervalreeks, duurt dat een aantal stappen voordat je bij een stabiel uh, atoom bent aangekomen. Dat is bismuth-209. En bij elke stap wordt straling uitgezonden. En we kunnen mooi zien dat dat 4 keer een alfa-deeltje is en 2 keer een beta-deeltje. Vraag 20 bestaat ook uit twee deelvragen. En de eerste deelvraag is dat er twee redenen moeten geven waarom we eh, bij het bepalen van het dosis-equivalent alleen maar rekening hoeven te houden met de alfa-deeltjes en niet met de beta-deeltjes. Want wat is het, eh, het mooie wanneer dat actinium gevangen zit in zo'n polymerzoom en eh, vervalt tot. Eh, eh, FR-221, die zal ook weer vervallen. En dat blijft allemaal in dat polymerzoom gevangen zitten. En al die deeltjes die eruit schieten, die zullen dus ook allemaal uh, de tumor gaan bestralen. Dus je krijgt hier eigenlijk een, een, een cadeautje. Je krijgt extra bestraling van de tumor. En die extra bestraling bestaat uit alfadeeltjes en beta-deeltjes. Als je nu kijkt hier in het overzicht, dan kun je al meteen zien dat die alfadeeltjes... Veel meer energie meekrijgen dan zo'n beta-deeltje. Dus dat is al een hele goede reden waarom je die beta-deeltjes eigenlijk kunt verwaarlozen qua stralingseffect. Die alfa-deeltjes hebben allemaal uh, nou ja, een factor 10 tot, uh, tot 40 keer zoveel energie dan een beta-deeltje. En er is natuurlijk nog een tweede ding dat meespeelt: een alfa-deeltje heeft ook een hoger ioniserend vermogen, kan meer schade berokkenen in de tumor. Uh, en dat, kun je ook, dat zie je ook terugkomen in de weegfactor. Hè. Een alfa-deeltje heeft een weegfactor van 20 en een beta-deeltje een weegfactor van 1. Dus zelfs al hebben ze evenveel energie, dan is zo'n alfa-deeltje toch nog 20 keer zo schadelijk dan een beta-deeltje. En dat zorgt er ook voor dat je eigenlijk alleen die alfa-deeltjes hoeft mee te nemen wanneer je gaat kijken naar uh, het dosis-equivalent. Nou, dat is ook meteen de allerlaatste vraag. De tweede deelvraag bij vraag 20. Bepaal nu eens hoe, hoeveel keer groter. Het dosis-equivalent is wanneer je uh, dat actinium gevangen weet te houden, uh, dan wanneer die uh, uh, losschiet en door je lichaam heen gaat. Nou, als je naar het plaatje kijkt, dan zie je dat je dan vier keer een alpha-deeltje krijgt die vrijkomt. Wat je kunt doen is optellen alle vier de energieën van die vier alpha-deeltjes. Want als ik kijk naar de formule van dosis-equivalent, uh, dan zie ik dat daar meeweegt uh, de stralingsenergie. En wanneer ik 4 alpha-deeltjes heb, dan heb ik dus ook meer stralingsenergie. Elk alpha-deeltje zorgt voor weer een extra hoeveelheid stralingsenergie. Die kan ik optellen. Dan komt er uit 27,6 mega-elektronvolt aan alpha-deeltjes komt er in totaal vrij. Uh, wanneer ik alleen kijk naar het eerste verval, het verval van actinium, dan komt er 5,8 mega vrij. Dus uh, er komt 4,8 keer zoveel energie vrij. Uh, en dat is ook het antwoord wat je bij het tweede deelstreepje mag geven.